Het is vandaag vrijdag 8 mei en dat betekent dat ik vandaag ga beginnen met de weekendvlogs. Heb je de vorige video nog niet gezien? Of twee vlogs geleden? Ik weet nog niet helemaal wat mijn uploadschema wordt. Maar heb je nou nog niet de video gezien waarin ik uitleg waarom ik stop met dagelijks vloggen en hoe het verder gaat? Zal ik die eventjes in de beschrijving zetten, dan kan je die eventjes eerst kijken anders voor wat meer uitleg. Want ik ben dus gestopt met dagelijks vloggen, maar de weekvlogs worden opgedeeld in twee delen. Dus in een weekvlog en in een weekendvlog. En er komt ook een extra video, maar ik ga dus vandaag beginnen met de eerste weekendvlog. Dus ja, en laten we dan maar gelijk beginnen met een pakketje die ik heb gekregen. Dat is namelijk van een Instagram account en het heet Sophie Jewelry. Ik zal het eventjes in de beschrijving zetten, maar ik heb dus van haar wat leuke sieraadjes mogen ontvangen. Dus die ga ik aan jullie laten zien. Heel schattig ingepakt. Lijkt een beetje op de oorbelletjes van Anna Nina. Ik weet niet of ze daarop geïnspireerd zijn. Ik heb ze nu eventjes niet bij de hand. Maar die hebben ook zo'n dingetje met een balletje hangen. Ik vind het echt super, super leuk. Deze zit er ook in. Die vind ik ook echt super schattig. Ik weet niet, een soort schakelketting, maar dan een grote schakelketting of zo. Heel erg leuk voor in je eerste gaatje. Ook hele klein schattige ringetjes. En dan mijn blauwe steentjes eraan. Maar ik moet echt zeggen dat die kwaliteit echt heel goed aanvoelt. Soms heb je natuurlijk als je sieraden koopt of zo, dat je al denkt van, nou, dit gaat twee weken mee. Maar dit voelt echt heel goed aan. Heel blij mee. Ik had trouwens in mijn dagelijkse vlog laten zien dat ik een kettingje had besteld bij Nook. Ook wat oorbelletjes. En dat kettingje was echt na twee keer dragen was die kapot. Dus ik had hun een bericht gestuurd van, kan er iets mee gedaan worden? Of is dat gewoon mijn eigen schuld, zeg maar. En ze kreeg dus antwoord met dat ze een retourzakje zouden opsturen. Zodat ik hem gratis kon retourneren. En dan werd hij dus gemaakt. Echt super fijn. En er zit er ook zo'n boekje bij. En dan moet je daar al je gegevens in opschrijven. Ja, dat ze weten van wie het pakketje is. Niks gekregen hiervan. Ik heb het gewoon helemaal zo verkocht. Maar ik vond het gewoon echt een hele goede, ja, service die ze aanbieden, zeg maar. Dus dat wilde ik eventjes delen. Vandaag ga ik eigenlijk niet zo heel veel doen. Morgen ga ik wel iets leuks doen. Morgen ga ik namelijk een soort van picknicken, avondpicknicken met pizza en zo. Op het strand met twee vriendinnetjes. Dus dat is echt heel erg leuk. En ik hoop dat eventjes de komende dagen wat pakketjes binnenkomen. Want ik wil heel graag een shoplog filmen. Ik heb twee shoplogs op de planning staan. Een hele grote H&M Zara shoplog. En een overige zomershoplog. Maar ja, het duurt natuurlijk tegenwoordig zo lang voordat die pakketjes binnenkomen. Dus daar moet ik eventjes op wachten. Maar goed, ik ga eventjes daar beneden mijn laatste dagelijkse vlog bewerken. En inplannen en zo. En dan is dat eigenlijk. Oh ja, en ik moet een Levi's broek vandaag op de post doen. Ik had namelijk deze Levi's broek 501 straight leg pants of zo. Had ik gekocht op United Wardrobe. En zij had een maatje 38. En voor haar was hij echt veel te klein, zei ze. En ik dacht, nou, dan pas ik hem wel met mijn maat 36. Maar hij is voor mij echt weer veel te groot. Dus ik heb hem weer doorverkocht op United Wardrobe. Echt, ik had hem binnen een half uur verkocht. Echt super chill. Het is waist 26, lengte 26. Dus qua lengte zat hij echt top. Maar qua breedte zag het er echt niet uit. Dus die moet ik ook eventjes op de post doen vandaag. We zijn weer thuis. We hadden eventjes bij Miel's vader. Of nou, eventjes. We hadden bij Miel's vader gegeten. Want Miel was natuurlijk afgelopen week jarig. Maar ik heb dus heel veel zin in een ijsje. Maar de ijssalon is dus al dicht. Want die gaat om 9 uur dicht. En het is 9:30. Dus ik ga denk ik bij New York Pizza eventjes Ben & Jerry bestellen. Maar eerst eventjes een joggingbroek aantrekken. Want ik wil deze spijkerbroek echt heel graag uit. En ik ga morgen dus met Lindsay en Stacy. Gaan we op het strand. Een soort van picknicken met z'n drieën. En voor de mensen die zeggen, maar je mag niet met drie mensen afspreken. Lindsay en Stacy zijn tweeling, dus die zien elkaar toch al iedere dag. Dus of ik nou met eentje van de twee afspreek of allebei. En we zitten op het strand, dus we kunnen gewoon lekker afstand houden. Maar we willen ook eventjes een fotootje maken. Maar ik wilde dus eigenlijk een foto maken met een Alex lepeltrui die ik had besteld. Alleen, die is nog niet binnen. En ik had hem een week geleden besteld, dus ik had wel verwacht eigenlijk dat hij binnen zou zijn. Dus ik heb niet echt een ander outfitje in mijn hoofd. Daar moet ik straks ook even over nadenken. Ik ga nu in ieder geval even Ben & Jerry bestellen. En dan gaan we lekker samen op de bank een filmpje kijken of wat doen. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Maar in ieder geval Ben & Jerry bestellen. Ik kon niet kiezen. Maar ik vond het overdreven om twee grote te nemen. Dus ik heb een grote chocolade fudge en een kleine cookie dough.
Zo, dat was er trouwens echt snel. Oh. Ik ga het lekker opeten. Kijk, trouwens, het licht bij ons is echt heel rood. Oranje. Lijkt de zon wel. Oh. Ga ik maar eerst die opeten, want die is met 3 appel op, denk ik. Er zit een stokje bij, wat goed. Het is vandaag zaterdag en ik zit hier eventjes voor mijn spiegel mijn make-up te doen. Ik was al een beetje begonnen totdat ik dacht van, goh, laat ik het eventjes leuk filmen. Want ik ga vandaag gezellig met Lindsay en Stacey picknicken op het strand met z'n drieën. Maar we gaan ook even een fotootje maken. Dus ik heb even een leuk outfitje aan. Ik heb eventjes een nieuwe broek aan van Alex de Label. Maar die komt binnenkort in de shoplog. Dus ja. En deze body van de Zara. Alleen, ik twijfel, want ik vind die wit wel heel erg leuk hierbij. Alleen hij schijnt een beetje door bij mijn tepels af en toe. Want ik krijg heel vaak de vraag van, welk voor soort BH draag je onder die Zara bodies? Maar ik draag er dus geen BH onder. Maar soms als je het een beetje koud krijgt, dan schijnt het een beetje door. Maar zwart vind ik ook niet leuk bij deze broek. Want deze broek is net een soort van een beetje donkerblauw. Ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. Ik heb een beetje die Chanel bronzer gebruikt. En ik ga nu eventjes onder mijn ogen afpoederen. Met deze poeder. Ik heb laatst een Get Ready With Me gemaakt voor foto's maken. Daar laat ik zien welke producten ik allemaal gebruik. Ik heb nu niet al die make-up op hoor. Ik heb alleen een beetje bronzer en zo gedaan. Maar het wordt vandaag dus heel erg lekker weer. 23 graden. Dus ik ga geen foundation of zo opdoen. Want ja, ik wil gewoon bruin worden. Ik heb mijn haar net gefeund. Want anders duurt het echt super lang voordat het droog was. Dus dat zit nu eventjes in het staartje. De laatste beetjes op te drogen. Maandag ga ik trouwens ook met Zoe een video opnemen. We gaan dus foto's maken samen. En dan gaan we van tevoren gaan we een 10-hour of 1-hour glow-up video maken. Ik zie dat altijd bij van die Amerikaanse vrouwen. Zulke leuke video's dus. En nu gaan wij dat ook doen. Ik ben eventjes naar de Albert Heijn gelopen om alvast wat lekkere dingetjes te halen voor het picknicken. Want we wilden eigenlijk eerst met z'n drieën. Maar ja, dan loop je met z'n drieën met een karretje. Alle drie een apart karretje in de Albert Heijn. Dus dat is niet zo'n topplan. Dus ik dacht, nou weet je, ik haal wel even boodschappen. Dus dat heb ik eventjes snel gedaan. Want er komt dus ook een pakketje van Lovies binnen. En ik wil wel gewoon thuis zijn als de postbode aanbelt. Dus ik heb eventjes stokbrood gehaald. 2 flessen water. En we hebben ook nog wijn in de koelkast, dus neem sowieso wijn mee. Chips. En voor daarbij heb ik dan salsa dip en guacamole. Dan heb ik nog gesneden stokbrood, want ja, dat leek me wel handig. Dus dat had ik misschien niet onderop moeten leggen. Maar ik dacht, ja, gesneden stokbrood is wel handig. En toen zag ik nog een hele liggen en dacht, nou, die neem ik ook maar mee. Dus die. Allemaal smeersel dingetjes voor erop. Ik heb paturin, ik heb kruidenboter, aioli, dat is echt mijn favoriet, knoflookboter en zeezoutboter. En dan heb ik nog allemaal lekkere hapjes. Ik heb echt veel te veel gehaald en we gaan waarschijnlijk ook pizza bestellen op het strand. Maar ik heb van die kleine worstjes, ik heb nog andere soorten worstjes en ik heb nog kaas. Maar ik weet dus nooit zo goed het verschil tussen kaas, dus ik heb maar jong beleeg en goudse kaasblokjes. Ik weet dus nooit zo goed het verschil. Dus ik dacht, nou, ik neem ze allebei maar mee. Dus dit ga ik even in de koelkast zetten. En dan ga ik mijn haar doen, want dat heb ik nog niet gedaan. Oeh. En dan hebben we rond 2 uur afgesproken. Het is nu pas 11:45. Dus ik heb nog wel even lekker de tijd. Ga ik ook even lekker een filmpje kijken. Dus ja. We liggen lekker op het strand. We hebben al gegeten. Oh, nou, veel gegeten hebben we niet. Maar, nou, we hebben wel veel gegeten, maar niet zo van de pizza. Mm. We hebben pizza besteld op het strand. Mijn ook. Die hebben ook nog over. Ja. Dus die zit er wel op. Ja, ja. Maar die was zo blij. Echt hoor. Ik ben weer thuis van het strand. Het was echt super gezellig. Ik heb uiteindelijk helemaal niet te ver veel gefilmd. Dat was ik wel van plan. Maar het was gewoon zo gezellig en we hebben gewoon 7 uur lang aan één stuk doorgekletst gewoon. Ik had natuurlijk boodschapjes gedaan. Dus dat hebben we lekker gegeten. We hebben pizza besteld. Dus dat hebben we lekker gegeten. En het was gewoon echt heel erg gezellig. Als het goed is gaan we vrijdag weer gezegd afspreken. Gaan we wat foto's maken. We hebben vandaag ook een foto gemaakt. Die ga ik straks eventjes gelijk bewerken. Maar ik vond het outfitje wat ik vandaag aan had wel leuk. Dus daar wilde ik een foto mee. En ze hadden ook een outfitje aan wat ze wel leuk vonden. Waar ze ook wel een foto mee wilden. Dus die. En als je denkt, wat heb je voor geks bij je lip? Er zat weer mee eten, dus die heb ik net uitgeknepen. Maar we gaan vanavond bij mijn moeder slapen. Normaal slapen we altijd op zondag bij mijn moeder.
Maar vanavond op zaterdag, omdat het morgen natuurlijk moederdag is. Zullen mijn moeder morgenochtend gezellig ontbeten. En we hebben ook al een cadeautje voor haar gekocht. Of nou al. We hebben een cadeautje voor haar, dus die gaat ook mee. En ik dacht, ik zal nog eventjes laten zien wat ik nou vandaag aan had. Want volgens mij had ik dat vanmorgen helemaal niet zo heel erg goed laten zien. Maar ik heb dus deze body aangehad vandaag van de Zara. Met deze nieuwe broek van Alex The Label. En er komt als het goed is binnenkort een shoplog online. En daar zal ik deze dan ook in laten zien. Maar ik heb hem bij Otrim gekocht. Maar volgens mij hebben ze hem dus niet meer. Was dit de laatste. Daar had ik mijn rode Isabel Marant. En dit rode tasje van Maje. Maar je hoe je het ook wil zeggen. Super leuk outfitje vind ik dit. Ik ga nu eventjes mijn spullen pakken om bij mijn moeder te slapen. En dan gaan we richting die kant. En dan... Ja, oh mijn lip. Lijkt net of ik een... Het ziet er echt heel erg uit. Het is vandaag moederdag. Het is 10:30. We gaan ontbijten. Mijn moeder heeft haar eigen ontbijt gemaakt. Maar we hebben wel een cadeautje. Morgen. Goedemorgen. Boah, wat mooi. Nou, ik dacht dat het paaseieren waren, maar dat zijn gewoon ruiven. Oh, net te laat. Zeker op mijn telefoon gelijk. Ik heb gisterochtend toch gedoucht. We gaan goed prijzen, denk ik. En we gaan weer naar de volgende moeder. Maar we gaan eerst eventjes douchen. En Sam die... Wat? Ik zei dat hij af is, maar echt niet. Waar staat mama dan? Ja. Oh, daar. Hij komt niet op het Doei! Ik heb eventjes gedoucht en ik ga mijn make-up hier doen. En dan gaan we zo naar de moeder van Milan. Ik weet niet of ik het heel leuk vind wat ik aan heb. Maar ja, boeien. Het is geen modeshow vandaag. Maar misschien dat ik wel nog wat anders aantrek. Even vragen of ik soms een Daily Paper shirtje aan mag. Ik weet alleen niet of dat mag. Ik heb me eventjes aangekleed en make-up gedaan en gedoucht. En ik ga ook eventjes dit pakketje op de post doen. Want ik had dus een kettingje besteld van bij Nook. Alleen die is kapot gegaan. En je kan het daar dus gewoon laten maken. Dus ik heb een retourzakje gekregen. Die ga ik ook eventjes op de post doen. Ik heb echt een heel simpel outfitje aan. Ik heb deze trui aan van Chiquelle. Deze broek van de Zara. Ik kreeg in mijn vorige video heel veel de vraag of ik een link hiervan heb. Heel irritant dat die deur steeds die gaat. Maar die komt binnenkort in een shoplog. Dus dan kan je hem daarin zien. En ik heb mijn Alexander McQueen's aan met die roze achterkant. En dan doe ik een spijkerjasje aan. En dat spijkerjasje is dus precies dezelfde roze kleur als deze trui. Of als deze broek. Blauwe kleur. Precies de blauwe kleur als de broek. Dus dat is wel leuk. Dus wij gaan nu naar Milan's moeder voor moederdag. Wij zijn weer thuis. We hebben net pasta pesto gegeten. Ze is heel vol. En we gaan lekker nu een beetje filmpjes kijken en zo. En als het goed is, gaat Zoe straks eventjes mijn FaceTime of ik haar. Want we gaan morgen foto's maken. Dus dan gaan we even kijken wat de ander aandoet en meeneemt. En dan stel dat ik nog een tas van Zoe wil lenen, dan kan ik dat even zeggen. En dan andersom. Maar nu eerst even uitbuiken. En ik had laatst had ik Ben & Jerry's ijs. Vrijdag, was dat ook in deze vlog? Ja, volgens mij wel. Had ik Ben & Jerry's ijs besteld. Maar echt maar heel weinig van opgegeten. Dus dat ga ik straks ook lekker opeten. Kijk wat ik heb. Ben & Jerry's Choco Fudge Brownie. Klinkt net als in de reclame. Milan zit me aan te kijken alsof ik gek ben. Oh, allemaal ijs. Komt eraf. Kijk hoeveel ik nog over had. Ik zeg pas heel weinig uit. Dus het gaat lekker verder opsmikkelen. Moet eerst nog wel een beetje ontdooien, denk ik, voordat er een opje. Zo is die op. Op de pop. Ondertussen is het avond en ik ga niet heel hard praten, want het is 10:50. Ik ga mijn camera aan de oplader doen, want ik ga morgen 2 video's filmen met Zoe. Dus mijn camera moet wel goed opgeladen zijn. Ik ga nu nog even lekker ASMR video's kijken, zodat ik lekker kan slapen. Eerst even mijn make-up eraf halen.
Ik weet niet zo goed hoe lang deze weekendvlog is geworden. Ik moet natuurlijk nog even kijken hoe en wat met die weekendvlogs en wekelijkse vlogs. Maar morgen ga ik dus beginnen met de eerste weekvlog van 4 dagen, zeg maar. En ik ga gelijk wel iets heel erg leuks doen, want ik ga met Zoe foto's maken. So that's really nice. Zo. Kijk, ik heb trouwens hier alle outfitjes klaar liggen voor morgen met Zoe en alle tasjes die ik mee ga nemen en zo. Dat kunnen jullie volgende week allemaal zien in de weekvlog. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ja, het een leuk idee vinden van de weekvlog en de weekendvlog. Dus ik hoop jullie maandag te zien bij de weekvlog. Dat is de eerste volgende video die als het zo rijk komt.